Wimplan Groen, we worden vanavond geïnformeerd. Wat vindt u van het plan? Nou, ik vind het uitstekend als we naar de alternatieve energie omschakelen. Alleen vind ik wel dat de mensen niet al te veel last daarvan moeten krijgen. Waar ik woon raakt het ons niet echt. Dus u haalt een beetje schouders erover op? Ja, dat kunt u wel zeggen. Ja. Ik vind het wel heftig, confronterend. En ik snap dat we iets moeten. Maar ja, het beïnvloedt wel echt mijn woonbeleving, zeg maar. In de eerste plaats denk ik dat überhaupt de windmolen achterhaalde techniek is. Het is horizonvervuilend en het geeft voor heel veel bewoners in de omgeving heel veel overlast. Ik vind het jammer dat de overheid besluit om windmolens op land te zetten. En ik zou graag zien dat politici zeg maar luisteren en kijken naar landen en mensen die wat meer verstand van zaken hebben en niet achter de feiten aanlopen. Als je echt inderdaad bent komen wonen op Ketelhaven vanwege de rust en de ruimte en het uitzicht, dan zijn de mensen die aan de rand van Ketelhaven wonen, die zijn straks de klos. Kunt u zich iets voorstellen bij medebewoners die er wel moeite mee hebben? Ja, die aan de rand wonen, aan die kant waar die windmolens staan, die leveren wel wat in, denk ik. Ja, kan me wel voorstellen. Nou, horizonvervuiling, dat zie je dagelijks als je naar het dorp rijdt voor je werk en weer terugkomt. Dat is natuurlijk één. De slagschaduw ben ik niet zo bang voor, want dat is altijd maar een korte tijd. En het geluid, ja, nee, dat zie ik zo 1, 2, 3 niet zitten, want ik ben toch al half doof. Nee, ik woon in het centrum van Ketelhaven. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen ontzettend boos zijn als je aan de buitenkant woont. Jouw woning zal in ieder geval in waarde gaan dalen. En je zal last krijgen van de slagschade dus winters en van het rumoer van de molens. We kwamen hier wonen voor rust en ruimte en stilte. Dus dat is de angst. We gaan zo luisteren, dus dat hebben we nog niet gedaan. Maar ik vind wel, het heeft wel impact. Men hanteert hier een afstand voor geluid die in Duitsland en in Denemarken al lang niet meer gehanteerd wordt. En ja, ik vind als je zulke plannen maakt, dan moet je ook kijken hoe dat in de overige Europese landen toegaat. Het uitzicht om te beginnen, ze zullen misschien wat horen. Maar verder, slagschaduw is, begrijp ik, geen probleem meer. De gemeente lijkt niet te willen luisteren. De wethouder van de gemeente Dronten die dit behartigt, is een wethouder die van de ChristenUnie en heel veel van de ChristenUnie stemmers, die bevinden zich onder de agrariërs die straks heel veel financieel voordeel gaan ondervinden van deze windmolens. Wat wel heel grote impact heeft, dat zijn die verschrikkelijke rode lichten die op die masten staan te knipperen. Dat is om gek van te worden, zeker als je uitzicht van je kamer richting windmolens is, dat daar de hele avond die rode lichtjes staan te knipperen. Tegen ons wordt gezegd dat wij moeten wijken voor het algemeen belang. En ja, ik vind algemeen belang is iets anders dan het belang van een aantal mensen die hier veel geld aan gaan verdienen. Ik denk dat het een klein beetje vergelijkbaar is met Vliegveld Lelystad. Je wordt toch als burger word je een beetje in de maling genomen als de economie er beter voor moet komen te staan en er allerlei dingen moeten gebeuren. De windmolens die we op dit moment in Flevoland kunnen zien, dat is kinderspel vergeleken met wat hier komt. Die zijn zo enorm groot en zullen het landschap volledig gaan domineren. En dat zal betekenen dat de waarde van onze huizen ernstig zal gaan dalen. En dat wij, het is bekend dat er ongeveer 10% van de mensen zeg maar fysieke of psychische hinder van gaan ondervinden. Ik hoop dat ik daar niet bij hoor, maar dat weet ik dat dus niet. Dus wat u betreft mag het eigenlijk wel doorgaan? Ja, ik ben wel voor groene energie. Ja, windmolens, prima. Nee, maar niemand wil ze in zijn achtertuin. En ik vind wel dat je wat moet met elkaar. Ja. Dus begripvol, maar teleurgesteld naar zoiets.